Dit is een videoproductie van InMail.nl en De Nije Krant. Tot eind september zijn er op een route van zo'n 12 kilometer in en rond Sint-Hubert ruim 30 kunstwerken te zien. Maar wie zijn de kunstenaars? En wat is het verhaal achter deze kunstwerken? Kortom, dit is een zomerlang kunstroute door en over Sint-Hubert. Ron en Bram van den Dikkenberg hebben een lepelaar gemaakt. Maar waarom heb je een lepelaar gemaakt? Nou, een hobby voor mij is ook vogels in de vrije natuur. En de lepelaar is toch altijd iets speciaals, ook hier in Nederland. En dat was een idee van, dat gaan we maken van allemaal afvalmateriaal, zeg maar. En waarom doe je mee? Ja, gewoon keileuk om dingen die je maakt, en zeker die ik met mijn zoon maak, om die ook te laten zien. Hij heeft heel lang in de voortuin gestaan. Dus nu staat hij hier op een hartstikke mooi plekje. En dan kunnen mensen bekijken. En dan kunnen ze misschien ook zien dat hij beweegt in de wind. En dat is gewoon het leuke ervan. Waarom staat het beeld in de gracht? Nou, een lepelaar die hoort eigenlijk bij het water. Die zit altijd bij het water, die nestelt bij het water. En dit is gewoon een schitterend plekje. En zeker in Holland, met zo'n mooie molen op de achtergrond, is het gewoon het mooiste plekje van de route, vind ik dan. De sculpturen van Jachtrust zijn gemaakt door Arie Verheyen. Arie, waar komt je inspiratie voor deze groep sculpturen vandaan? Dit jaar was het thema Sint-Hubert. En toen heb ik gedacht, daar probeer ik toch eens op in te springen. Dat ik iets maak wat met Sint-Hubert te maken heeft. En nou kende ik het verhaal van Sint-Hubertus. Maar ik wist niet of Sint-Hubert en Sint-Hubertus, de jager, of die iets met elkaar te maken hadden. Dat heb ik opgezocht en dat klopte. En dat verhaal van Sint-Hubertus met het hert, dat kende ik al. En daar heb ik trouwens nog eens een keer nagelezen. En daar heb ik mijn inspiratie van gehaald. Want je weet dus dat Hubertus, die was op jacht. En toen hij het hert wou doden, kwam er een kruis in het gewei. En toen heeft hij de hert niet gedood. Ik dacht, nou, daar kan ik waarschijnlijk wel iets van maken. En met mijn sculpturen, om dan één hert en één jager te maken, dat vond ik een beetje iel. Dus ik dacht, ik zet er nog een paar jagers bij. Dus dan heb ik een jager gemaakt met een geweer. En een jager met pijl en boog. En een jager met een paar honden. Dus totaal verschillende jagers. Maar dan krijg ik een beter geheel. Dat was eigenlijk de opzet. En dan, net zoals Hubertus het hert niet gedood heeft, hebben deze jagers, die drie van mij, die hebben ook pauze genomen, rust genomen. En die laten het hert ook mooi zoals het was. En welk materiaal heeft u gebruikt? Nou, ik heb, zolang als ik die sculptuur maak, heb ik altijd gewerkt met het hout van wegwerppellets. Dus mijn kunst, die zit er al in het slopen van die pellets, want dat is een heel werk. En als je dat niet goed doet, dan hou je helemaal geen één lat over. Hè, want alles splijt en gaat kapot. Dus dat is in ieder geval wel een kunst. Of dit een kunst is, wat hier staat, dat moeten andere mensen maar uitmaken. Maar de grote kunst is om een pallet te slopen, zodat je fatsoenlijk hout overhoudt.
Op een ludieke manier actie vragen doet de kunstgroep De Weg Moet Weg met dit kunstwerk. Wat hebben jullie precies gemaakt? We hebben een scherm gemaakt, een scherm van wilgetenen, wat op de voorgrond nog voorzien is van een hart, wat opengereden is en eigenlijk verscheurd wordt door het rubber waardoor ons groene dorp heen komt. Waarom kozen jullie voor een hart en een scherm? Nou, het scherm symboliseert eigenlijk een klein beetje de leefbaarheid in het dorp. Je ziet dat de grote wilgetenen die lopen al uit, wat leefbaarheid eigenlijk symboliseert. De wilgetenen die er tussendoor gevlochten zitten, die zijn al wat verdord. Dus dat geeft aan dat het ook moeilijk wordt om het dorp leefbaar te houden. En in de voorgrond het hart waar we voor gekozen hebben, het hart wat eigenlijk verscheurd wordt. Waarom hebben jullie het gemaakt? Wij hebben dit gemaakt omdat wij actie voeren eigenlijk voor de weg. Omdat het de vraag is van hoe het allemaal verder gaat met onze weg. En wij hadden een bijeenkomst met alle aanwonenden van de straat. En toen zeiden wij, we kunnen ook op een ludieke manier actie voeren. Of in ieder geval aandacht vragen. En daarom hebben wij eigenlijk gekozen voor een kunstwerk te maken. En dit is eruit gekomen. Hoe heb je het gemaakt? Nou, we hebben met verschillende mensen uit de groep hebben we ieder wat gedaan. Henri heeft bijvoorbeeld het hart gemaakt. Een andere persoon heeft voor de wielen gezorgd. We hebben hier met een lesapparaat gezeten en met de spuitbus. En we hebben hout gehaald bij een boer die wilgetenen had liggen. En daar hebben we hier met een hele groep hebben we staan te vlechten, staan te lessen, staan te schilderen. En zo is het tot stand gekomen. Meer weten over deze kunstroute en alle andere activiteiten van Ontdek Mil? Zie dan de website www.ontdekmil.nl en like de Facebookpagina.